Ideeën, mensen, middelen. Drie zaken die nodig zijn om werk te maken van een betere en inclusievere samenleving. Maar die drie zaken die vinden elkaar niet altijd. En daarom is er Streekfonds Oost-Vlaanderen. Om een brug te maken tussen schenkers en doeners en zo impact te hebben op het lokale niveau. En alsof het toeval ermee gemoeid is, staat hier die prachtige coördinator van het Streekfonds Oost-Vlaanderen, Stefanie Albers. Dag Joris. Dag Stefanie, hoe is het met u? Goed, en met u? Ja, dankjewel. Goed. Ik ben heel blij dat ik u mag ontmoeten. Zullen we ons hier even zetten? Ja. Yes. Stefanie, het klopt toch hè, wat ik zei? Ja, klopt. Een streekfonds dat is eigenlijk door en voor de streek. Mensen, middelen, expertise, helpende handen samenbrengen om de streek en de mensen vooruit te helpen. En wat doen jullie met het Streekfonds Oost-Vlaanderen dan specifiek? Wel, wij steunen concrete en lokale projecten van burgers en verenigingen. Rond het thema mens en omgeving. En in Gent werken we specifiek rond kwetsbare jongeren. Tegelijkertijd moedigen we zoveel mogelijk mensen en bedrijven aan om zich mee in te zetten voor deze initiatieven. Ik hoor je al een paar keer zeggen, lokaal, dat is precies iets heel belangrijk voor het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Klopt, ja. We willen heel lokaal en concreet werken. En om dat goed te kunnen doen, hebben we ons georganiseerd in 5 verschillende regio's. En heb je voorbeelden van concrete initiatieven? Ja, de plek waar we hier zijn bijvoorbeeld. Het Molenwaterpark in Elene. Elene is een deelgemeente van Zottegem. Klein dorp, weinig winkels, weinig plek voor ontmoeting. En dat vonden ook een paar buurtbewoners die zeiden, kom, laat ons hier samen iets aan doen. Dat hebben ze ook gedaan en dit parkje is het mooie resultaat daarvan. Dat is één project, hè, maar met het Streekfonds steunen we jaarlijks tientallen projecten. Een zorgboerderij, de opstart van een sociale kruidenier, sportactiviteiten voor jongeren met een beperking. Dus heel verschillende projecten, initiatieven, maar wel één. Allemaal initiatieven die inzetten op een maatschappelijke nood. Ja. Twee, projecten die dat verbindende aspect hebben. Dus mensen met elkaar verbinden en mensen met de omgeving verbinden. En drie, het zijn projecten die uitgaan van het maatschappelijk engagement van de initiatiefnemers. Hè. Dus mensen die echt het verschil willen maken. Heel veel leuke initiatieven, die kosten natuurlijk geld. Komt dat geld allemaal van jullie? De middelen in het Streekfonds die zijn eigenlijk voornamelijk afkomstig van onze partners. Dat zijn bedrijven die actief zijn in Oost-Vlaanderen en die doen jaarlijks de financiële bijdrage. En die stappen in het Streekfonds omdat ze het belangrijk vinden om lokale projecten te steunen in de streek waar dat zij actief zijn als bedrijf, waar de medewerkers wonen en werken. Maar jullie geven niet zomaar dat geld? Nee, klopt. Ja. Dus de projecten die doen zelf eerst een crowdfundingcampagne. En tijdens die crowdfundingcampagne moedigen ze buurtbewoners, familie, vrienden, lokale handelaars aan om een bijdrage te doen voor het project. Op die manier creëren ze draagvlak voor het project. Okay. Als die crowdfundingcampagne lukt, dan wordt het opgehaalde bedrag verdubbeld met een maximum van 6.000 euro. En op die manier creëren we een hefboom. En Stefanie, waar word jij nu als coördinator het gelukkigst van? Ja, als streekfonds streven we naar maatschappelijke impact. Mm-hmm. Dus als mensen ons zeggen dat we echt een verschil gemaakt hebben voor hen, dan zijn we daar heel blij mee. Sommige projecten zeggen zelfs dat wij mede kiem hebben gelegd voor hun initiatief. En dat is mooi. Dat is heel mooi. U hoort het dus, Streekfonds Oost-Vlaanderen heeft heel wat moois in petto. En dat allemaal dankzij de schenkers en de doeners. Jullie dus. Dus uit onze naam, dikke merci. Zwaar, hè? Helemaal juist.